Het worden voor dokter van de Hoge Band niet zijn eerste spelen. Als arts van de zwemploeg maakte hij het imponerende Olympische circus al 4 keer eerder van dichtbij mee. En ik weet, de eerste keer was 92 in Barcelona, dat het me overkwam, om het zo maar te zeggen. Het was imposant wat ik toen allemaal meegemaakt heb. En langzamerhand leer je natuurlijk ook de specifieke problemen van zo'n groot evenement kennen. Het is dus in de loop der jaren is het mij heel duidelijk geworden dat er heel veel bedreigingen aan zo'n evenement zitten. En daar ben ik me natuurlijk nou tegenwoordig op best bewust van. Maar toch, als chefarts van de complete Olympische ploeg krijgt Van de Hoge Band wat meer op zijn bordje. Ook nu al. Zo in de aanloop van de Spelen is natuurlijk de hoofdtaak zorgen dat onze atleten heel blijven. Zoals bijvoorbeeld Bas Verwijlen. Van de Hoge Band is blij dat de schermer uit Oss erbij is in Londen, maar hij heeft hem nog niet op zijn spreekuur gehad. Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om daar met Bas over van gedachten te wisselen. Dat ga ik nu wel doen. We zitten nu 5 maanden voor de Olympische Spelen. Het wordt hoog tijd dat ik een rondje langs de velden ga maken. Dus Bas komt ook aan de beurt. Maar mochten er problemen zijn, die hebben we wel geïnventariseerd, dan weet hij waar hij ons kan vinden. Collega-chefarts Ian McGurdy van de Britse ploeg houdt de vinger ook stevig aan de pols van zijn sporters. Zij kregen deze week te horen dat ze het handen schudden maar achterwege moeten laten. Uit angst voor allerlei infecties. Als je puur dat alleen vraagt, dat is onzin. Maar het feit dat er aandacht besteed wordt aan infectiepreventie is iets wat een serieuzer item is en had moeten zijn ook in deze hele situatie. En daar zijn we bij NOC-NSF al een hele tijd mee bezig. Ik vind dat handen schudden is volkomen uit zijn verband gerukt. Ik denk dat dat het minste probleem is. Maar handen wassen is wel een heel belangrijk iets. En preventie, het voorkomen van ellende, is een van de grote taken die we hebben tijdens de Spelen. Tot slot een zeer verrassende vooruitblik. Ik hoop enorm dat Ranomi, Kromowidj, Jojo, Marleen, Femke, noem maar op, dat die kleine, we hebben ook een kleine, dat weet je, dat Sharon van Rouwendaal, dat de kleine daar ook presteert. Ja, voor mij is dan zo'n spelen al ontzettend genot om naar te kijken.